Vandaag is de dag van Zon, Zee en Guildwatch 2. We zijn namelijk in Amsterdam-Noord voor de perspresentatie van deze nieuwe MMO. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. We zitten hier in een parkje, hè, Joko. We hebben eerder vandaag een perspresentatie meegemaakt van Guild Wars 2. Die werd gegeven door product manager Steven Hutchins. En we hebben ongeveer een uur kunnen spelen met die game. Wat vond je ervan, Joko? Nou ja, Guild Wars 2 is sowieso voor mij de MMO waar ik op zit te wachten, zeg maar. Secret World is leuk, The Old Republic was leuk, maar nee, ik zat echt te wachten op Guild Wars 2. Vooral omdat het een gratis model heeft. Het is gewoon gratis spelen, geen maandelijkse kosten. Dat is altijd fijn. Eén keer een spel kopen en je kan verder. Maar tijdens de presentatie werd ik sowieso nog wel extra enthousiast, omdat ze een tal van punten naar voren brachten en duidelijk vertelden wat nou beter zou zijn vergeleken met andere MMO's. En dat maakte me wel erg enthousiast. Een van die punten was Dynamic Events. Dat betekent dat je op bepaalde gebieden loopt en dat je bij wijze van een wolfje tegenkomt. En dat wolfje valt jou aan en jij valt aan terug. Dan kan je daardoor activeren bij wijze van een soort quest. Dus dan krijg je opeens van of we slaan nog meer van deze wolven of hij heeft iets bij zich en verzamelt meer van die. Dus het is niet meer altijd zo dat je een poppetje tegen moet komen met een vraagteken of iets anders boven zijn hoofd om een quest te kunnen starten. Het is echt van, ik loop hier en dan kan je iets beginnen. Het kan ook gewoon zijn dat je rondloopt en dat je iets tegenkomt en dat je dat opeens moet verslaan. Zulke soort dingen kunnen het zijn. En dat is, als jij daar komt, hoeft dat niet zo te zijn. Het kan dus weer per persoon verschillend zijn. En dat maakt het echt wel een uniek element vergeleken met andere MMO's. Ik vertel nog over een player versus player warfare. Dat houdt in dat je gewoon tegen elkaar kunt strijden, zeg maar. Maar anders dan in andere MMO's is het zo dat je echt server tegen server tegen elkaar op kan nemen. En ook gewoon door elkaar, kruiseling. Ja, gewoon kruiseling. Dus jij strijdt, zeg maar, voor jouw server. Jij bent de... Ja, maar het is ook gewoon zo als mijn vriend op server B speelt en ik speel op server A en je wilt toch graag samen een potje tegen anderen spelen, dan kan dat gewoon. Dus het belemmert niet omdat hij op een andere server zit. Die PvP is echt gewoon, alle servers kunnen door elkaar heen, zeg maar. Ja, en het betekent ook dat je met honderden mensen tegelijk tegen elkaar kunt spelen. Dus dan krijg je echt Lord of the Rings-achtige tafereelen. En het kan heel mooi uitpakken. Ja. Ja, en ook omdat in Guild Wars 2 heb je zeg maar 5 verschillende rassen. En als je bijvoorbeeld World of Warcraft neemt, strijden die facties allemaal tegen elkaar. Het zijn allemaal gasten die tegen elkaar vechten. In Guild Wars 2 is het eigenlijk dat ze samen zijn. Dat ze allebei, alle 5 hebben ze maar één gemeenschappelijk vijand, zeg maar. Dus hierdoor heb je ook gewoon in principe dat je bij elkaar hoort. Dus je hebt niet die ruzies onderling die je wel kent van andere MMO's. En dat is in PvV komt dat ook weer terug. Dus het is niet echt rasgebonden. Daarnaast heb je ook nog het personal storytelling, waarin dus je ik begin met een factie, ik ben level 1 en jij maakt bepaalde keuzes, dan zal het hele verhaal daarop gebaseerd worden. Dus keuzes zijn heel erg belangrijk, waardoor dus verschillende verhalen komen. Dus jij dat doet en ik doe wat anders, dan krijg ik een heel ander verloop in mijn spelbeeld dan jij zou krijgen. En dat is toch wel redelijk uniek voor een MMO te zeggen. Ja, en het is ook zo, hij gaf ook in de presentatie aan, dat je terug kan gaan naar eenzelfde plek en zo'nzelfde event kan meemaken, maar dat het toch op een andere manier gebeurt, zeg maar. Dat je toch een hele andere richting op gaat. Of dat je een andere keuze maakt. Dat daar weer... Hij zei ook bijvoorbeeld dat dan bijvoorbeeld jouw stad wordt aangevallen en wordt vernietigd als jij er bent. En als je de tweede keer terug bent, dan kan het zijn dat ze hem opnieuw aan het opbouwen zijn. Allemaal dat soort dingen is heel erg verschillend. Elke keer is anders. En
allemaal, dat is heel erg dat het elke keer anders is. Het is, ze zeggen ook heel erg dat herspeelbaar mogelijkheid van het spel is heel erg hoog vergeleken met andere MMO's. Het is niet elke keer hetzelfde question, niet elke keer. Elke keer is het anders. Ze willen dat je steeds weer anders beleeft dan een ander. En dat is wel echt iets vets. Ja, je kan bijvoorbeeld ook naar een andere server gaan en dan gewoon naar dezelfde plek toe gaan als waar je eerder aan naartoe bent geweest. En dan iets, gewoon iets heel anders meemaken. Dus dat is, dat kan heel tof zijn. Trouwens ook wel leuk is dat, wat je kent bijvoorbeeld wel, is dat jij, ik ben level 16 en je hebt een vriend die is level 80. En je wilt toch iets gaan doen wat toch wel moeilijk is, dan zorg je even dat je vriend langskomt. En die smaakt alles even dood voor jou, waardoor jij die quest kan halen, bewijs van. In Guild Wars 2 is het zo, als bewijs van jouw vriend van level 80 terugkomt, zorgen ze dat het niveau, het levelverschil, ja, nagenoeg weg is, waardoor die gast niet meer die overhand heeft. Dus dat maakt het best wel leuk. Het is echt puur fun dat je samen met vrienden kan spelen en niet meer dat niveauverschil. In principe is, ja, je level heb je natuurlijk wel, maar het wordt dan minder belangrijk. Ja, iedereen kan met iedereen spelen eigenlijk. Ja, en als het echt, natuurlijk hebben we dat uurtje gespeeld en het voelde naar mij heel erg fijn en op zich dus bugvrij. In principe is het natuurlijk, blijft het een MMO zoals je ook wel van anderen kent, maar ik ben heel erg enthousiast. Jazeker, en het zag er ook heel mooi uit, hè, voor een MMO. Want, ja. Ik heb er vaker MMO's gezien, maar die zagen er niet zo mooi uit als Guild Wars. Nee, zeker niet. Dit is grafisch gezien een van de beste MMO's op de markt. Misschien, ik denk de. Hij is nog niet op de markt, hè, maar... op de markt komt. Precies. Ja,